En dan denkt ze, oh, ik heb echt moeie voeten. Als ik nou trouw ben aan mezelf, dan zou ik hier nu even op de grond gaan zitten. Midden in die rij. In de rij, ja. En dat doe je natuurlijk niet. En ik zei, oh ja, nu moet ik dat doen om mijn zelfstandigheid te trainen, om me wat minder aan te trekken van anderen. En dan deed ze dat en dan zag ze dat mensen, ze kijken 5 seconden naar je en dan denken ze, ach ja, waarom eigenlijk ook niet? Filosoof Lammert Kamphuis schreef 2 jaar geleden het boek Een filosofie voor een veergaloos leven, waarin hij uiteenzet hoe filosofie je kan helpen in het dagelijks leven. Het boek werd een groot succes met maar liefst 9e druk. En deze week komt er een nieuwe versie van het boek uit met als focus hoe filosofie ons kan helpen in tijden van crisis. En Lammert schreef het boek afgelopen zomer, gisteren uitgekomen toch volgens mij? Ja, eruit gekomen, ja. Nou, las ik je boek. Ik heb het kunnen scannen, hè, want ik heb het van de week gekregen. Maar ik las wel echt al mooie dingen al. Een van de dingen die ik las is: filosofie nodigt uit om kritisch te kijken naar schijnbaar vanzelfsprekende ideeën en handelingen. Door te filosoferen creëer je een gezonde ruimte tussen jou en je vastgeroeste gedachtenpatronen. Ja, heb ik dat geschreven? Heb jij geschreven? Zo, dat klinkt goed. Nou, vroeg ik me af hoe dit je een handvat biedt in bijvoorbeeld tijden van crisis. Je hebt een vastgeroest gedachtenpatroon. Ja. Er is een crisis. En hoe gaat filosofie je dan helpen? Ja, nou, een van de ideeën uit bijvoorbeeld van de sceptici, oude groep Griekse filosofen, die zeggen, we hebben de neiging om als er iets gebeurt, om daar meteen een oordeel over te hebben. Dus dit is verschrikkelijk. En dan alleen maar nog denken dat het verschrikkelijk is. Waardoor we onszelf eigenlijk als het ware de put indenken. En de sceptici zeggen, als je dat bij jezelf merkt, dat je zo'n oordeel hebt waar je in vast blijft zitten, dan zou je eigenlijk als een soort techniek, filosofische techniek, je oordeel moeten omdraaien, 180 graden. En dan moeten maken, dit is eigenlijk fantastisch. En dan zoveel mogelijk argumenten zoeken waarom het fantastisch zou zijn, tot je denkt, ja, ik weet eigenlijk ook niet of het geweldig of fantastisch is. En dan schort je je oordeel op en dan sta je wat ontspannender in het leven. En dat is Dionysos? Dit zijn de sceptici. Maar wat was het verhaal dan van die Griek die eigenlijk, je kan niks tegen hem zeggen of hij maakte er wel, hij draaide het om. Diogenes. Diogenes, dat was het. Ja, dat is ook een held. Even het verhaal van Diogenes, want dat is eigenlijk wat die dat ook deed eigenlijk. Diogenes die zei, kijk, wat ons het meest in de weg zit om gelukkig te worden, is dat we ons altijd zo ongelooflijk veel aantrekken van wat anderen van ons vinden. En om daarvan af te komen, had hij ook weer zijn eigen techniek bedacht. Hij zei, we moeten eigenlijk zoveel mogelijk ons bewust zo schaamteloos en tegendraads mogelijk gedragen. Dus hij liep halfnaakt door Athene, bedreef de liefde in het openbaar, leefde in een regenton. En zei, non-conformistisch. Non-conformisme, ja. En hij zei dat, hij deed dat niet om te provoceren. Of nou ja, hij zei dat niet de reden was. Maar hij zei, dat doe ik omdat ik dan merk als mensen afkeurend naar me kijken, dat ik gewoon blijf leven. Dus je traint jezelf dan eigenlijk om je wat minder aan te trekken van de mening van anderen. Ik geef ook cursussen waarin ik mijn deelnemers leerling maak van Diogenes. En dan vind ik het altijd, dan geef ik ze huiswerkoefeningen mee van al die filosofen. Bij Diogenes vind ik het altijd een beetje ingewikkeld om nou echt te vragen. Je kan moeilijk zeggen, ga met je vriendin de straat op en laat het daar zien. Nee, dat doe ik maar niet. volgens mij is het ook strafbaar, dacht ik maar. Dus dan vraag ik aan hen, doe deze week 1 ding waar je heel veel zin in hebt, maar wat je anders niet zou doen uit angst voor wat anderen van je vinden. Dus als je op de fiets zit en je hebt zin om lekker met Toto mee te zingen of zo, normaal gesproken denk je, ja, wat zullen ze wel niet van me denken? En nu doe je dat wel. En dat is heel grappig. Dan komen deelnemers terug en dan zeggen ze, ik heb echt een week gehad waarin ik dat ook echt heb kunnen trainen, mijn zelfstandigheid. Bijvoorbeeld een vrouw die dan na een hele middag winkelen in de kassa staat voor de blokker met nog 4, 5 mensen voor zich. En die, dan denkt ze, oh, ik heb echt moeie voeten. Als ik nou trouw ben aan mezelf, dan zou ik hier nu even op de grond gaan zitten. Midden in die rij? In de rij, ja. Dat doe je natuurlijk niet. En ik zeg, oh ja, nu moet ik dat doen om mijn zelfstandigheid te trainen, om me wat minder aan te trekken van anderen. En dan deed ze dat en dan zag ze dat mensen, ze kijken 5 seconden naar je en dan denken ze, ach ja, waarom eigenlijk ook niet, je valt er niemand mee lastig. En hoe kan je die gedachtegang, niet per se van Diogenes, maar gewoon in zijn algemene filosofie, als je het hebt over de coronacrisis, want dan kijken we vooral zwartgallig, dat is ook wat te begrijpen, als er sterftegevallen zijn, ziektegevallen zijn. Maar toch zeg jij, je kan de filosofie gebruiken om juist een ander patroon in jezelf te internaliseren. Wat mij zelf, wat mij heel erg opviel toen ik in dat woord crisis dook, was dat wij hebben een heel negatieve, inderdaad een beetje zwartgallige betekenis geven aan het woord crisis. Maar het komt van een Grieks werkwoord wat betekent onderscheiden.
Dus het is ook een tijd waarin we leren onderscheiden. Wat doet er toe? Wie doen er echt in mijn leven toe? En dat je als het ware wat beter tot de kern komt van wat echt van belang is. En ik denk, dat hoor ik ook wel veel om me heen, dat die eerste lockdown mensen op een gekke manier ook wel geholpen heeft om stil te staan bij, oh ja, wat is nou echt van belang? Even uit die rat race. Even ook een soort van genoeg hebben aan jezelf. En ik denk dus dat die manier van denken, waarbij je niet te snel gaat vastzitten in, oh, dit is alleen maar negatief, dat je als het ware wat leniger maakt in perspectieven in kunnen nemen. Ik mocht zelf tijdens de eerste lockdown, werd ik gevraagd voor een lezing voor doven en slechthorenden. Die hadden een platform, Let's Talk. Omdat ze bang waren dat ze erg zouden vereenzamen, omdat ze ook moeilijk natuurlijk kunnen bellen of niet kunnen bellen. En er waren dan gebarentolken en schrijftolken die tolkten mijn verhaal. En toen daagde ik hen ook uit om anders naar die lockdown te kijken vanuit de stoïcijnen. En die zeggen, als je in een situatie zit, ja, waar je geen invloed op hebt, wat je niet kan veranderen, dan moet je het accepteren. Maar probeer eens te bedenken, wat kan ik nou in mezelf trainen nu ik in deze situatie zit? Waar kan ik beter in worden doordat ik dit nu moet accepteren? En daar kwamen hele mooie antwoorden. Dus iemand zei, ik had een heel hulpnetwerk van kleinkinderen en zo, die mochten allemaal niet meer langskomen. Dat was helemaal ontwricht. Ja. En ik heb dus echt geleerd om mijn buurvrouw om hulp te vragen, om boodschappen te doen. Dat moest ik echt even, ja, ontwikkelen om dat gewoon te kunnen vragen. En iemand anders was van zijn apparaten angst afgekomen. En die zei, ik kan nu ineens FaceTime en app. Eigenlijk is mijn wereld groter geworden. En dat is wel een mooie manier om op die manier, nou ja, niet te snel vast te zitten in. Ja, ik vind het wel mooi, want een van die stoïcijnen is Seneca, volgens mij. En die zegt, ik zeg het even in mijn eigen woorden, als je niet weet naar welke haven je vaart, is ieder wind ongunstig. En daarmee geef je focus aan wat je wil en wat je kan bereiken. Maar dan moet je wel bewust van zijn dat je welke haven je wil bereiken. Ja. En dat, ja, is eigenlijk wat jij ook aan de mensen leert. Je moet je nog bewuster zijn van wat je wel of wat je niet wil doen, ook juist in tijden van crisis. Keuzes maken. Ja, ik denk dat het daar wel op aankomt. Dat zo'n crisis en dat onderscheiden, beslissen, dat het ook helpt om keuzes te maken. En om te ontdekken wat je belangrijk vindt in het leven. Wat ik heel grappig vond was dat studenten nu protesteren om college te krijgen. Ja. Weet je, dat had je toch een jaar geleden niet durven dromen. Dus dat soort van, je gaat door zo'n crisis ineens ook anders, echt anders kijken. En ik ben bijvoorbeeld ineens gaan realiseren, de horeca in een stad, als die dicht is, dan is de ziel verdwenen of zo. Dat, wat ik eigenlijk op die manier nog nooit zo ervaren heb. Dus in zo'n crisis leer je misschien ook wel veel beter zien wat van belang is. Het mooie is, je gebruikt ook wel eens teksten van muzikanten. Ik ga een tekst aan Leo Blokhuis zien. Het is geen quiz, dus het is helemaal niet erg als je het niet weet. Maar misschien herken je het wel. Hebben jullie enig idee wie dit zei? Freedom is another word for nothing left to lose. Chris Christofferson. Ja. Nee. Ja. Ja, het is Chris Christofferson. Ik ken het zelf uit een tekst van Janis Joplin. Ja, zong het liedje, maar het is geschreven door Chris Christofferson. Kijk, dus, ja. Zie je? Kijk, even les van de professor. Me en Bobby McGee. Ja. Ja. En welke filosofie, waarom spreekt dat je daar zo aan, deze tekst? Nou, die spreekt me heel erg aan. Kijk, vrijheid is een woord voor dat je niks anders te verliezen hebt. Eigenlijk is die lockdown, dat waarin we beperkt worden, op een gekke manier, als je er anders naar kijkt, kan het je ook helpen om vrijer te worden. Omdat je, als vrijheid inderdaad is een ander woord is voor dat je niks te verliezen hebt, dan gaat vrijheid vooral om leren genoeg te hebben aan jezelf. Wat ik bijvoorbeeld hoor van veel mensen om me heen aan die lockdown is, ja, ik heb eigenlijk ook wel eindelijk geleerd om genoeg te hebben aan mezelf. Dat ik niet de hele tijd die agenda moet volplannen en gewoon even op de bank zitten, even genieten van een serie. Niet alleen werken, maar ook de spelende mens zijn. Want dat is ook een belangrijk thema. Dus niet wij, in dit beroep zijn we heel veel aan het spelen met muziek en een beetje lachen om de tekst en zo. Maar heel veel mensen hebben dat helemaal niet meer, dat ze spelen tijdens het werk. Ja. Wat bedoel je daarmee, spelende mens? Ja, de spelende mens is een idee van Johan Huizinga. Die zegt, we zijn als mens eigenlijk ten diepste spelende wezens. En dat betekent dat we als mens veel meer dan eigenlijk alle andere diersoorten veel dingen doen die niet echt nodig zijn, maar die we gewoon doen wat we er zin in hebben. Dus bijvoorbeeld je bord eten of zo, als je dat gekookt, dat wij dat dan heel mooi gaan opmaken. Er is geen enkele andere diersoort die zijn eten eerst netjes klaarlegt voordat hij. Dus allerlei dingen die niet echt nodig zijn, maar die we gewoon doen wat we er zin in hebben, dat noemt hij spelen. En hij zegt, de kunst in het leven is wel om dat niet kwijt te raken. Juist ook in spannende tijden of waarin dingen op het spel staan. Om dat spelende wijs, om dat te blijven volhouden. En ik vind het heel leuk om dat bij
werk, mensen die werken, te zien, bijvoorbeeld via de Zoom, dat mensen ook alweer allerlei spel. Ik hoorde laatst een manager die had nu elke meeting een slide in zijn, bij zijn Zoom meeting. Dat was dan de Zoom bingo. Er stonden 9 voorwerpen op. En iedereen moest die voorwerpen zo snel mogelijk in huis verzamelen. En wie dat eerst had, die won een fles wijn. Maar hij deed dat ook omdat hij zei, ja, via Zoom is alles vaak zo snel en strak. En is dat eigenlijk dat spelende eruit. Dus hoe kunnen we dat dan toch blijven vasthouden? Het is een verzameling inspirerende filosofische gedachten. Een filosofie voor een weergeloos leven heet het boek. En Lammert Kamphuis is de schrijver. Dankjewel, Lammert.